Hoi allemaal, alles goed met jullie? Ik ben Sadia. Ik heb weer een lekkere iets meegenomen. Ik ga vandaag worteldessert maken voor jullie. Ik pak de wortel. Snijd die harde kant af. Schil de wortel. Rasp die wortel bij voorkeur met de machine. Doe het wortel in de grote pan. Voeg suiker toe. Voeg kardemom toe. Zet de pan op de vuur totdat die wortel gaar zijn en de suiker gesmolten is. Blijf ondertussen checken of die wortel gaar zijn. Week die rozijn in een lauw water in de tussentijd voor ongeveer 10 minuten. Zodra die wortel gaar zijn, kun jij voor de zekerheid die smaak proeven. Voeg die volle melk toe. Laat het nu koken totdat die melk half verdampt is. Voeg geroosterde gesneden kokos toe. Als die melk half verdampt is, voeg je gesneden amandel toe. Voeg die rozijnen toe. Laat het dessert nu koken totdat het stevig en wat dikker is. Dus niet waterig. Voeg 1 of 2 druppels kevra en rozenwater toe. Laat het nog even koken. Als het lekker dik en helemaal gekookt is, kun je even wachten tot het afkoel is, dan kan je serveren. Eet smakelijk. Vergeet niet duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal. Tot volgende keer. Dag!